verwachting was, nou, dat kan ik makkelijk handelen. Want dat is dus, gewoon prettig behandeld worden, in feite. En dat het vanaf, zeg maar, de allereerste ontmoeting zo intensief zou zijn. Dat wist ik niet. Dat heb ik dus ook niet toegelaten, die eerste weken. Toen ik na een paar weken dacht van, luister, je laat ze in feite in de steek als je er niet aan overgeeft. Dus toen ben ik op een gegeven moment, echt na 3 weken, ging ik er 's morgens naartoe. En toen dacht ik, en nu ga ik het gewoon allemaal doen. We moesten ons bewust worden van de pijn. Ik dacht echt, nou, wat is dit nou toch? Ik kreeg ook meer pijn in eerste instantie. Die pijnbeleving was echt veel erger. Nou, en ik moest luisteren naar mijn ademhaling. En dan dacht ik van, nou ja, ik heb nog zoveel te doen op mijn werk en thuis. Waarom moet ik hier zitten luisteren naar mijn ademhaling? Ik dacht echt, nou, ik vond het echt heel zwaar. Zeker het leren mediteren is in het begin was voor mij heel vreemd. En toch ben ik het gaan missen toen het er weg was. Het begon met een stukje rust in mijn hoofd. Ik moest eerst accepteren wat mijn klachten waren voordat ik verder kon, is mij hier geleerd. Daar heb ik veel moeite mee gehad. Maar juist door het mindfulness en zoals ze hier met de klachten omgaan, kreeg ik een stukje rust in mijn hoofd. En dat was eigenlijk voor mij het beginpunt, het startpunt van een, ja, eigenlijk een nieuw leven, heel cru gezegd. Ja, ik moest leren hulp vragen bijvoorbeeld. Dat vond ik ook zo erg. Want ik wilde juist zelfstandig zijn. Ik wil helemaal geen hulp vragen. Maar toen zei ook een van de therapeuten van, ja, maar hoe ziet jouw leven er dan uit als je alleen maar de dingen nog doet die je kan, die je alleen kan doen. Terwijl als je hulp vraagt, dan kan je toch veel meer dingen nog doen. Het is heel moeilijk om andere mensen te vragen 2 keer in de week van, zou je voor mij willen koken? Maar je moet je daar overheen zetten. Want anders blijf je over je grenzen gaan en anders kom je er niet verder mee. Vervelend is dat op een gegeven moment tegen je gezegd wordt, ja, we gaan ervoor zorgen dat jij je eigen therapeut wordt. En ik denk dat dat het belangrijkste is geweest, wat ik zeg, met die grenzen aangeven. En ook daar de bewustwording daarvan heeft er eindelijk voor gezorgd dat ik er ook naar leef. In die zin moet ik zeggen, is het een beetje gelukt van dat ik nu mijn eigen therapeut ben. Je moet wel iets hebben van, luister, die hoop, die heb ik nog. Dat er wat gedaan kan worden. En dan niet de verwachting dat het beter wordt. Wel de hoop dat het anders wordt. Ik heb 3 dagen gewerkt en 2 dagen het programma gevolgd. Maar ik vond dat eigenlijk niet te doen. Want je komt jezelf dus heel veel tegen. Hè? Heel veel confrontaties. Heel veel emoties waar je ook ontzettend moe door wordt. En je hebt ook eigenlijk gewoon tijd nodig om dat te verwerken. Je zal dit ook na de cursus, zal je leven moeten veranderen. Die veranderingen die komen al tijdens de cursus. En op het moment dat je gaat terugvallen in het oude gedrag en daar niet meer aan denkt achteraf, heb je denk ik weinig aan de cursus. Je moet wel het besef hebben dat het niet niks is. Ja, dat vind ik eigenlijk wel dat iedereen dat moet weten. Niet zo van, oh, je gaat even aan je fysieke kant werken en leren omgaan met pijn. Want zo zit het echt niet. Nee, het is best wel intensief.